Ik wil even een filmpje maken over de twee hersenhelften. En dan zo probeer ik zo kort mogelijk, want dit zijn even de korte sessies. Ik wil een serie korte sessies doen, zodat ik een één onderwerp heel kort even behandel, zodat het zo duidelijk mogelijk wordt. En ik heb eventjes twee bijbelstukjes uitgekozen, omdat ik alles wel weer wil baseren op de Bijbel, om het zo maar te zeggen. In de welke de God deze eeuw de zinnen verblind heeft, namelijk de ongelovigen, opdat hij niet bestralen de verlichting van het evangelie der heerlijkheid van Christus, die het beeld Gods is. En wij bidden u, broeders, door de toekomst van onze Heere Jezus Christus en onze toevergadering tot hem, dat gij niet haastelijk bewogen wordt van verstand, of verschrikt, nog door geest, nog door woord, nog door zendbrief, als van ons geschreven, alsof de dag van Christus aanstaande ware, dat u niemand verleiden op enigerlei wijze, want die komt niet, tenzij dat eerst de afval gekomen zij, en dat geopenbaard zij de mens der zonde, de zoon des verderfs, die zich tegenstelt, en verheft bovenal wat God genaamd, of als God geëerd wordt, alzo dat hij in den tempel Gods als een God zal zitten, zichzelf vertonende, dat hij God is. En daarin staan wat teksten dat best wel ingewikkeld zijn. En dan heb ik 2 Kronieken 4 en daar gaat het over het dat Satan het bezinnen van de mensen beïnvloedt, om zo maar te zeggen. Oftewel, wat ik denk dat dat is dat het je linker hersenhelft is die dominant is. En in Thessalonicenzen 2 vers 2 gaat het over dat Satan zichzelf boven de troon zet. Of boven de tempel en speelt als God. Oftewel, dat is eigenlijk hetzelfde. De God van de eeuw is dus Satan. En onze linker helft, waar is dat belangrijk voor? Dat is belangrijk voor orders en patronen. Dat is belangrijk voor logica. Het is belangrijk voor het doel, voor veiligheid, voor controle ook. Voor woorden, voor theorie, voor kennis. Ik lees het wel even op, want ik ga het allemaal niet onthouden. Maar dit zijn dingen die belangrijk zijn, natuurlijk. Maar je moet niet alleen vanuit dat oogpunt leven. Aan de andere kant heb je rechterhelft. En dat is zeg maar, Jezus zit aan de rechterhand van God. Oftewel, je rechterhelft is het Christus bewustzijn. En daarom zegt Christus ook, het koninkrijk ligt in binnen het lieden. Dus dat gaat over je gevoel of je verbindingen of juist het loslaten of het vertrouwen. Praktiseren van dingen eigenlijk. Meer het doen. En de andere is meer het denken. En ik denk dat mensen te veel nadenken. En te weinig doen. En te veel argumenten zoeken over dingen. In plaats van dat ze dingen waarmaken, zeg maar. Dat is waar deze video eventjes over wou doen. En wat is nou het belangrijke van dit? Is dat moment dat jij je rechterhelft weer wat meer laat domineren, om het te zeggen, wat meer creatief bezig bent, wat meer dingen loslaat in plaats van ze probeert te controleren, zeg maar. Dan geeft het jou een hele hoop vrijheid, een hele hoop blijheid. Vrijheid en blijheid zijn zelf het enige wat ons. Sorry. Laat ik het even zo zeggen. Stel je nou eens gewoon voor. Een wereld zonder nummers. Hoe zou de wereld er dan uitzien? Als er gewoon geen nummers bestaan. Dat er geen numerieke logica aan, zo maar te zeggen, bestaat. Als je dat eens inbeeldt. Dan gebruik je je rechterhelft om dat soort dingen in te beelden. Dat ten eerste. En ten tweede. Je denkt iets weg wat in je linkerhelft zit. Zeg maar. Dus dat is een beredenering die je al doet vanuit je rechterhelft. En ja, wat kan ik hier nog meer over zeggen? Ik denk dat het gewoon heel erg leuk is om daar überhaupt met jezelf, in jezelf, alleen als je in de auto zit of zo, en je zet een keertje niet je radio aan, je gaat een keertje speculeren over de dingen in het leven. Wel opletten in het verkeer natuurlijk, maar
probeer eens een keer zonder afleiding door het leven, zodat je echt creatief bezig bent in je hoofd, in plaats van alleen maar aan het luisteren naar muziek of zo. Ik weet dat muziek is heel erg prachtig, maar het is vaak een ontsnapping van de realiteit in plaats van een toevoeging op wat je ziet of wat je meemaakt of hoe je je voelt. En emoties is natuurlijk energie in emotie. Dus emotie, energie, energie, emotie. Dus dat heeft eigenlijk niet echt heel erg wat met je hersenen te maken. Dus het is een gevolg van een gedachte in je hersenen. Dus als jij naar muziek luistert die jou emotioneel maakt, dan ben jij, heb jij een bepaalde, hoe zeg je, een bepaald gevoel aan dat nummer geplakt, zeg maar. Dus dit is alweer links en rechts dat samenwerkt, om zo maar even te zeggen. Ik probeer even een paar voorbeelden te plukken uit mijn boom die ik heb. Om eventjes een beeld te schapen bij wat nou het verschil tussen linker en rechter helft is. En waarom het zo belangrijk is dat je het scheidt. Of sorry, dat je het balanceert, om zo maar te zeggen. Dat je weet dat het allebei belangrijk is. En niet alleen maar focust op nummertjes en dit soort dingen en dat soort dingen en zo en zo. Dus als jij je inbeeld dat er een wereld zonder nummers, dan zou iedereen van gelijke waarde zijn, omdat er geen waarde is. Dus wees de verandering die je wilt zien. Tot in de volgende video. Peace.